Goedemorgen Noah, wat heb je op je broodje? Boterhamworst en een beer op het boterhamworst. Lekker hoor, ben je klaar voor school? Ja mama. Ja, maar meestal doet het gewoon irritant. Oh. Wat is er meester? Doe je even gewoon? Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vanochtend ben ik de hele tijd met Mason bezig geweest. We hebben samen gegeten, een beetje gespeeld en nu doet hij weer een dutje. En nadat hij een dutje gedaan heeft, heb ik mezelf even klaargemaakt. Lichte make-up opgedaan en ik heb voor de verandering gewoon lippenbalsem op in plaats van een lipgloss. En ja, persoonlijk toch wel mooier met lip liner. Dus ik denk dat ik het even ga switchen en dan weer verder gaan, want ja, ik vind het niet mooi. Way better. Ja. Oké, ik ga nu de deur uit. Ik had dingetjes bij de Sarah gehaald die ik misschien aan wou doen op mijn zuster verjaardag, maar ja, dat was het dus niet meer geworden. En ik had ook iets bij de Bershka gehaald en dat moet ook terug. Alleen is er geen Bershka meer in Almere. Dus ik moet een van deze dagen naar Amsterdam gaan of naar Utrecht. Ik wil heel graag naar Utrecht gaan, omdat ik gewoon echt van Utrecht hou. Daar heb je gewoon lekker een indoor mall. Helemaal mijn ding. Maar daar moet ik dus dit terugbrengen. Ik ga deze gehaald. Hij is op zich wel mooi, maar ik vond hem toch net iets te cheap ogen of zo. Ik weet niet. Maar ik vond hem gewoon net niet. Misschien komt het door de achterkant, omdat de achterkant zo saai is. Ik denk dat ik het leuk had gevonden als dit hier ook hier zou zijn. Dan was het helemaal mijn ding geweest. Maar de rest is het echt heel mooi, maar nee, it's not giving. En ik had dus ook deze hakjes gehaald. Deze waren helaas te klein en ja, ik geef nog ook van het plastic eromheen, dus jullie gaan het niet goed zien, maar ja. Ik ga het er niet afhalen, want dan is het zonde voor de persoon die het hierna wilt kopen. Maar in ieder geval, ik wou gewoon van die simpele zwarte hakken hebben met a little detail. En deze zijn echt heel leuk, alleen zijn ze te klein. Hey, ze waait echt hard, man. My god. Ik zit echt naar de mensen te kijken die op de dijk aan het fietsen zijn. Je ziet echt dat de mensen die naar rechts gaan, echt gewoon rustig op tempo fietsen, want ze hebben wind mee. En die andere mensen helemaal zo naar voren. Wat ze gewoon lullen om in dit weer te gaan fietsen. Nee hoor, nee. Maar goed, anyway, ik ga nu de deur uit. En dan ga ik Noah ophalen, want ik moet precies over een uur bij Genoa zijn. Dus let's go outside. Nou jongens, ik heb mijn dingetjes kunnen doen in de stad. En ik ben nu best wel vroeg. Ik ben 10 minuten te vroeg, dat ben ik nooit. En ik reed langs school en ze zaten echt buiten te spelen. Noah zat samen met zijn gang te stoepkrijten. En ik wou zo graag voor de school staan. Maar dan zou hij de auto zien en dan zou hij afgeleid zijn. Dus ben ik eventjes in het hofje achter zijn school geparkeerd. En dan wacht ik tot het tijd is. Ik denk dat ik over 6 minuutjes ga lopen. Of nou ja. Maar ik zit nu dus heel erg in het dilemma. Ik weet niet wat ik moet koken. Als ik in mijn huidige woning ben, vind ik het heerlijk om te koken. Omdat ik daar letterlijk alles heb qua kruiden, qua pannen. Ik heb echt alles. En hier is alles heel beperkt.
Maar ik wil heel graag weer mijn zacht vlees maken. Ik mis het echt, mijn rundvlees, mijn zoutvlees. En ik ga geen urenlang zoutvlees uitkoken. Dat doe ik gewoon niet. Daar heb ik daar gewoon geen zin in. Dus ik zit echt te kijken, wat ga ik vandaag klaarmaken? Ik twijfel tussen bami en tussen boulanger. Ah, maar wacht even. Ik heb geen masala. Zie je? Ik heb geen masala. En ik ga niet hier zo'n masala kopen. Want masala van hier is gewoon niet lekker. Mijn moeder komt over een paar weken terug als het goed is. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat zij gaat verlengen. Mijn vrouw vond 3 maanden niet genoeg. Maar dat pik ik niet. Ze heeft het mij zelf persoonlijk niet gezegd. Maar ik heb in de wandelgang gehoord dat zij gaat verlengen. En nee hoor. Dat gaan we echt niet doen. Ga maar even bellen. Ze was trouwens ook naar het binnenland gegaan. Echt zo leuk voor de... Oh, ze hebben me echt memo's gestuurd. Goedemiddag, Genoa. Oh. De groeten uit Suriname. Niet eens voor mij, maar voor Genoa. Mama, hoe gaat het met je papi, Genoa? Oké, dat was dus niet voor mij. Misschien de volgende wel. Oma neemt ook voor jullie maïzenekoek van Suriname mee. Dat zijn hele lekkere koekjes en schuimpjes. Allemaal lekkere dingen neem ik voor jullie. Dus je gaat niet spelen, maar je gaat lekker eten. Dag papi, ook lieve kusjes voor mama, papa en Mason. Oké, laat me die vrouw even bellen. Ik heb nog 4 minuten. Hallo. Hello, mother. Kim? Hi, hoe gaat het? Goed. Odi. Ma. Wat hoor ik? Wat hoor ik in de wandelgangen? Wat? U gaat verlengen. Ik had gezegd. Ik heb nog net een bericht gestuurd voor... Natuurlijk niet. Ik kom met kinderen. Ja, verder. Anders kon u echt daar blijven, hoor. Nee hoor, want ik pik het niet. Maar wie heeft dat gezegd? Oh nee, dat is het valse alarm. In de subsoort wandelgangen, joh, in wakker. Maar ik ben nu bezig. Mijn laatste kleren zijn in de wasmachine. Ik ga alleen in mijn slaapjurk en een pannie lopen nu. Want al mijn dingen ga ik inpakken, al mijn dingen, zodat ik weet. Want ik heb allerlei dingen bij mensen besteld. Ik neem geen kraboe mee, dat mensen me gaan dingen. Dus die kraboe wordt gewoon gepakt. Nee, hallo. Je mag geen rauwe dingen meenemen. Ik heb garnalen, kandratiki, steak en krabu gekocht. Maar ik ga ze even bakken, stomen, whatever. Alleen dat douane me niet zegt dat ik het niet mag binnenbrengen. Want je mag gebakken mee, maar niet rauw. Ma, zegt u hi to the vlog. Hi everybody. If you miss me, I'm back within 1 week. En vragen jullie me niet allemaal om lekkers mee te nemen. Want ik mag maar 1 koffer meenemen van de KLM. En what about die doos? Ik open nu gewoon hoor. Drie dozen zijn al op de boot. Maar ze zijn van mij. Oh ma, ik heb een probleem. Ja. Wat? Die 4 stuks van Celine. Die ik voor mij heeft gebracht. Ik heb nog 2. Ik heb nog maar 2. Het gaat hard. Het is winter. Ja, en dan nee, luister. Hey, ik mis mijn moeder, man. Ik mis mijn moeder echt. Maar hey, jullie horen het, hè. 3 dozen komen terug. Dus ik haal er sowieso op. Niet omdat ik gierig ben om te zien wat ze als eerste mee heeft genomen. Nee, ik ga er ophalen. Ik ben gelukkig vrij die dag. Volgende week. Oh my goodness. Oh my god. Dan kan ik lekker met mijn moeder koken. Ja, heerlijk. Oh my god. Ik wil mijn camera echt omdraaien. Een man zit gewoon letterlijk vanuit zijn keuken zo naar me te kijken. Heel heftig. Maar goed, anywho. Ik ga mijn kind ophalen. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Kijk eens wie er is. Lieve Noah. Is het leuk op school? Ja? Wie is er dan? Wat zeg je? Wie is er? Nee, er is niemand in de auto vandaag. We moeten heel veel boodschappen halen. En dan gaan we naar huis. Nou,
even boodschappen halen, jongens. We moeten hier zijn. Komt u al bijna naar Suriname? Nederland. Aan Nederland. Ik kom bijna. Vandaag over een week. Je moet nog 8 nachtjes slapen. Want ik vertrek maandag. En dan slaap ik de hele nacht in het vliegtuig. En dan kom ik dinsdag weer aan. Mama, kom zie je Akui Kui Bawi voor u gevlochten. Hallo. Hallo. Na you. Met een mooie kleur. Maar ja, je pot one color. Paars, Sintja. Tante Sintja hoor. Tante Sintja. Ga je oma komen halen op step hoor. Hoe ga je oma halen dan? Als ik kom. Met een step. Ja. Met ompie Miguel. Met ompie Miguel. Ik ga ompie Miguel zeggen, hij moet me komen halen. Boy, ja. Ik ga dan met mijn step rijden. Daarna ga ik super hard naar jou steppen. Cheers. Nou jongens, ik ben inmiddels thuis. En hij heeft me goed geholpen met boodschappen halen. Alleen, ik had echt shame. Want ik was naar de Lidl gegaan eerst om vlees te halen. Althans kip. En toen ging ik in mijn portemonnee en toen zag ik dus dat ik mijn pinpas niet heb. En mijn pinpas zit dus in mijn werk gilet. Want in de pauze ging ik ging gisteren in de pauze naar de Albert Heijn. En toen had ik mijn pinpas alleen gepakt. En ik heb het niet terug in mijn pasjes houden. Dus mijn pasje ligt gewoon thuis. Dus nu dacht ik van shit. Gelukkig heb ik altijd wel contant geld. Maar ik had niet veel deze keer. Ik had volgens mij maar 10 euro of zo. En mijn hele kar was al best wel gevuld. Dus toen dacht ik, shit. Moet ik gaan zeggen van, kunnen jullie het hier laten? Ik kom het zo afrekenen. Maar toen bedacht ik me, wacht even. Ik ben Albert Heijn Premium Member. Laat me even kijken of ik al misschien een boekje vol heb of zo. Maar ja, ik had 2 boekjes vol. Ik kon shoppen, ik kon winkelen. Hey. Dus ik heb het gedaan. Dus ik heb gewoon helemaal geen geld uitgegeven. Want ik had natuurlijk gewoon zegels gespaard. Het is zo handig, jongens. Het is echt handig. Vooral voor dit. Dit. Nou goed, anyway. Ik heb kipdrumsticks gehaald. Ik hou echt van drumsticks. Dat is echt mijn favoriete kipstuk. Ik hou van drumsticks. Tijgerbruinbrood. Noah wil heel graag dit hebben. Maiswafel met zeezout. Deze? Ja, ik dacht eerst andere. Die. Ja, maar hij wou dus heel graag deze, want hij zegt dat hij dit op school ook eet. Ik heb hotdogbroodjes gehaald. We gaan lekker lunchen met hotdogs. Hotdogs voor de kids. En hokworst voor de parents. Deze Snacker Jacks zijn zo lekker. Mijn favoriet is kaas. Maar volgens mij ben ik het vergeten of in de auto of in de winkel. Favoriete chips. Ja. En ik heb deze gehaald. Oven, baked cheese en onion. Laatst ging ik al super goed op die cheese onion chips. En dit is dan die oven. Die oven baked. Een soort van gezonder of zo. Ik ben benieuwd. Wat komen jullie doen hier? Gebakken uitjes voor de hotdogs. Selderij. En halfvolle melk. Oké, guys, ik ga nu lekker lunch maken. Broodjes even in de oven gooien. Oh, ik heb echt zin hierin. It's lunchtime. Heerlijk dit. Love it. Is it good? Yeah.
Ashwitty. Ashwitty? Yes. Cheers! En dat was de boom. En waar moet Mason dan zitten? Mason gaat op zijn aardestoel. Nou guys, ik weet niet eens hoe ik eruit zie. Ik heb net echt eventjes 3 kwartier op de bank gelegen. Ik was zo moe. Na die hotdog was ik KO. Maar goed, anyway. We hebben helemaal opgeladen. We gaan nu lekker bami maken. So, let's make some dinner with me. Eten. Heel veel ingrediënten die ik normaal gesproken toevoeg, die zaten er niet bij. Dus als jullie echt mijn originele bami recept willen, dan moeten jullie eventjes Kimberly Wolf bami maken of bami klaarmaken in toetsen. Daar hebben jullie echt de real deal. Maar ik ga jullie eerlijk zeggen, dit is een snelle bami en... Cool. Dit is gewoon spannend. Dit is gewoon spannend. En als ik deze bami ergens had gekocht, zou ik genieten. Ik heb dat. En Cyrano eet geen kippenvel. Maar ik wel, dus ik heb er 2 met gedaan. Die kip smaakt wel gewoon als hoe het altijd smaakt. Toch? Ja. Echt lekker. Kip inderdaad. Bami is wel een klein beetje, ik weet niet. Ik mis gewoon echt die serie. En die trassie. Ik heb een hapje van mijn kip genomen. De bami lekker, Genoa? Ja, mama. Goed zo, Noah. Maar ik heb nog één. Ga maar eens Kijk, waarom zit er niks in? Er moet er wat in zitten. Ik heb lekker iced tea. On the side. Are you kidding me? I'm here with my mom. Maar wat heb jij voor lekkers? Ijsje met een... Met saffroon. What? Smakelijk eten!
Wat moet jij eten? Ga je mee voetballen? Ga je mee voetballen? Ik ga dan. Bam! Hey! Nou. 1, 2. Hey! Niet Mason! Kom maar! Schieten, schieten! Hey! Zo! Ha! Leg hij nog een keer. Bal laag houden, hè? Bal laag houden. Ja! Ja! Hoi, jee! Verder. Ik ben zo net naar de stad toe gereisd, omdat ik snel iets nodig had van de kruidvat. En toen liep ik langs de nagelstudio en toen zag ik dat ze nog open waren. Ik kan me gewoon proberen om mijn nagels te doen. En het is gelukt. Ik heb mijn nagels zo net kunnen doen. En ik ben er heel blij mee. Ze zijn echt pretty. Dit zijn ze geworden. Heel mooi, clean. Gewoon een French met een dunne tip. En daarna ben ik eigenlijk gelijk naar de badkamer toe gegaan, make-up van mijn gezicht halen. En hoe ik mezelf goed in de spiegel bekeek, zag ik opeens één gekke lijn hier. Gewoon een gekke lijn die ik gewoon voor de hele dag niet goed heb uitgeblend. En toen dacht ik van, oh my god, ik hoop echt niet dat je het terug gaat zien in de video's. En bam, gewoon letterlijk in elke shot zie je het gewoon. Tan toe lelen. Dus bashen jullie mijn AUB niet. Niks meer aan te doen. Ik irriteer me er wel heel erg uit. Maar ja, weet je, volgende keer beter. Och, wat erg. Maar goed. Ik denk nieuwe nagels, dan wil ik altijd aan alles zitten. Ik ben er echt blij mee. They look so pretty. Had ik nog iets te melden voor vandaag? Had ik nog iets te melden? Oh ja. Guys. Ik ben nu al langer dan, ik denk een anderhalve maand, niet naar de sportschool gegaan. De laatste keer dat ik naar de sportschool ben gegaan, was toen we nog in Van der Valk Hotel woonden. In een van die vlogmas video's ging ik sporten. En dat is ook echt de laatste keer dat ik mijn voet in een sportschool gezet heb. En ik merk echt dat ik dood ben aangekomen. Volg die onderkin. Wel, als ik zo kijk, zie je waarschijnlijk niks. Maar dit. Hey! Nee. Ik hoef het echt niet te pikken. Mijn armen zijn ook zo dik geworden. Dat ik gewoon niet meer bepaalde kooltruien pas. Omdat het gewoon te strak is bij die boa. Nee man. Ik moet echt gaan afvallen. ASAP. Cause this ain't it guys. Het is het gewoon echt niet. En sowieso moet ik het sporten weer oppakken. Maar ik denk dat ik vanaf morgen weer ga sporten. Want ik moet echt weer aan mezelf gaan werken. Want ik zie dat ik echt aan ben gekomen. En ik merk het ook echt aan mijn billen. Mijn billen zijn echt dik geworden en daar ben ik super blij om. Maar alles is dik geworden. Letterlijk alles. Dus het moet echt minder. Ik moet ook gezonder gaan eten. Ik denk dat ik dat ook vanaf morgen ga oppakken. Ik zit ook alleen maar chips te kauwen. Ik zit alleen maar aan de vreet. En dat kan gewoon niet. Ik word ook met de dag ouder. En nee, je moet jezelf echt niet verwaarlozen. En ik voel echt dat ik dat nu aan het doen ben. Nee, ik ben niet dik. Maar ik ben wel echt aangekomen. Ik heb ook al langer dan 2 maanden niet op een weegschaal gestaan. Ik durf eerlijk gezegd ook niet. Want ik echt bang ben dat ik gewoon 5 tot 6 kilo ben aangekomen. En dat wil ik gewoon echt niet zien. Want dan raak ik zomaar depressief. Dus vanaf morgen ga ik gewoon weer het sporten oppakken in ieder geval. Dus ja, morgen komen volgens mij ook nieuwe sportsupplementen binnen. Dus het komt helemaal goed uit.
Dus, lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet zeker geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik je heel graag te zien in mijn volgende video. Doei!